Sanjay Raghubarsingh, president-commissaris van de Raad van Commissarissen van Telesuur, vindt dat het aspect personeel veel meer aandacht verdient als Telesuur verder wil met de ontwikkeling. Medewerkers en werknemers zijn de belangrijkste toegevoegde waarden voor een bedrijf, zegt de Prescom. Als er te veel personeel is dat maar één ding doet, dan zie je ook niet waar je naartoe gaat. Mensen breed inzetbaar zijn. Toch? Op een gegeven moment heb je een bedrijf die ook overstokt is met mensen. Omdat men een klein dingetje maar doet. Want ik zeg van nee, mensen moeten veel meer kunnen. En uiteindelijk in de commercialisatie heb je toch wel dat je om een competitive edge wil, moet je lean and mean zijn. Dat betekent niet dat je mensen moet uitbuiten. Nee, je moet hun kansen vergroten. Toch? Dus ik zeg van ik heb liever 600 zeer tevreden goed betaalde werknemers dan 900 half betaalde en iedereen ontevreden. Snap je? Dus er zijn wat mogelijkheden. Met de komende jaren weer de pensioneringen, waar toch 200-300 uitstromen. Dat biedt mogelijkheden om het jonger personeel zwaar in te trainen op multitasking. Kijk, er wordt nu een conversie gemaakt naar een digitale operator. De horizontale verzuiling gaat eruit. Dat wil zeggen, de verticale verzuiling gaat eruit. En dat wordt nu horizontaal ingedeeld, waardoor je een veel meer geschakelde organisatie hebt. Sanjay Raghubarsingh zegt dat het prioriteit wordt om een goed human resource onderdirectoraat te ontwikkelen in de komende maanden. Zodat we een instituut hebben die de operations excellence gaat drijven, gaat aanjagen. De mensen identificeren waar zijn er trainingen nodig, waar is opleiding nodig en hoe zet je mensen beter in. Als we dat stukje goed hebben, hebben we alvast een stukje stevig, stukje structuur bereikt. Een andere angel in de voet is natuurlijk de huidige rechtsstructuur. Het is een beetje, komt uit een socialistisch tijdperk waarbij de gedachtegang was dat de overheid de mensen onder de vleugels moest houden en moest verzorgen. Daarmee merk je, ga je nu de oorlog niet meer mee winnen. Omdat de dynamiek van de commercie dat gewoon vereist dat jij een veel... Laat me zeggen, een structuur hebt als een private structuur van minimaal een NV hebt. Die dus juist de betere bouwstenen aanlevert om je concurrentiepositie te verstevigen. Waardoor je ook, zou je willen, bijvoorbeeld extern kapitaal aan willen trekken. En dat zeg ik, extern kapitaal vanuit het buitenland zijn, maar Surinaamse gemeenschap. Zeg maar, ik gooi 20-30% van het aandelenkapitaal voor de bevolking. De bevolking en de werknemers erin sharen, dat vergroot je de ownership. Tot zover Sanjay Raghubarsingh, president-commissaris van de RVC bij Telesuur. Hij sprak over het ontwikkelen van een human resource onderdirectoraat binnen het telecombedrijf.